bij de videohop van de Lovely Stampers. Vandaag zijn we maar liefst met 10 dames. En ik ben de laatste in de rij als je begonnen bent bij Ine. En anders mag je na mij doorhoppen naar Ine toe. Als het goed is ben je bij mij gekomen via Miranda, Miranda Vissers. Want er doen 2 Miranda's mee. En ik denk dat we allemaal wel weer wat moois gemaakt hebben. Daar ga ik wel vanuit. Ik ga straks ook even een rondje hoppen. En ik wens jullie bij deze alvast heel veel kijkplezier. Ik heb voor jullie een cadeauboxje gemaakt wat op heel veel manieren te gebruiken is. Het is een soort toilettasje, boxje, net wat je, hoe je het noemen wilt. Bovenaan sluit hij met een lintje. En ik heb wel goed stevig dichtgebonden, merk ik al. Hup, even los. En ik heb deze gevuld met handgel. En hoe leuk zijn deze? En handig. Voor de mondkapjes. Je hebt dan ook gelijk een weggooipapiertje om je mondkapje weg te gooien. En die heb ik er ook bij gedaan. Het is dus eigenlijk een beetje een handig onderweg dingetje voor nu. Je hebt altijd een handgelletje bij je en je hebt altijd een mondkapje bij je. Een leuk weggevertje. Nou kun je deze natuurlijk op vele manieren vullen. Ik heb hem nu met 2 tubes handgel gevuld. Maar wat denk je van zo'n flesje? En nog een flesje handgel. Douchegel zou erin kunnen. Zulke tubetjes kunnen erin. Dit soort flesjes. Je zou er ook 3 flesjes nagellak in kunnen doen. Kortom, een heel veelzijdig doosje. Want wat kan ook, je kunt er natuurlijk ook gewoon van die hele kleine drankflesjes in doen. En dat ga ik met het boxje doen wat we nu gaan maken. Ik zet deze even aan de kant. Of zal ik hem gewoon ook even sluiten? Ja, ik sluit hem gewoon even. Dan is die gelijk weer dicht. En dan een leuk weggevertje. Ho, de tubus vallen om. Die moeten wel even blijven staan. Hup. Die hierdoor. En sluiten maar. Voor het volgende boxje heb ik deze flesjes in de kast gevonden. Van die kleine flugelflesjes. Of wat is het? Klapvaar. Die had ik nog ergens in de kast staan. En ik had daar het liefst ook wat te knabbelen bij gehad, maar dat heb ik niet. Maar het is een optie, hè? Dus deze gaan zo meteen in het boxje en we gaan beginnen. Wat heb je nodig? Waar beginnen we mee? We beginnen met een vel van 30,5 bij 30,5 en ik heb dat al gedaan. Ik heb hem 30 bij 30 gemaakt. Dus je snijdt aan 2 kanten er een halve centimeter vanaf. 30 bij 30 heb je nodig. Die gaan we rillen op 1 kant. En dan moet ik eventjes spieken. We gaan hem rillen op 1 kant op 12,5 centimeter. Dus dan. En op 17,5 centimeter. Dan draai ik hem zo om. En ik draai hem een kwart slag. En dan ga ik rillen op 7,5 en op 22,5. Zodat je ril eigenlijk aan de andere kant komt te zitten. En op 22,5. Bijna ging ik de fout in en ging ik snijden. Gevoel. Ik zet even de snijmachine weg. Ik pak mijn vouwbeen erbij en dan gaan we hem eerst eventjes de rillijnen navouwen. En die pak je net andersom. Hebben ze allemaal een vouw gehad. Deze gaat naar binnen toe. En zo komt hij straks ook in elkaar te zitten. Zo. Nou moeten we hier, want ik heb de box al weggezet. Hier gaan zo 2 schuine stukken uit.
En dat is op 7,5 centimeter vanaf de bovenkant. En dat ga ik eventjes markeren met een potloodje. Dus je doet vanaf de bovenkant hier 7,5. En dat doe je eigenlijk op alle vier de hoeken. Dus hier 7,5. En vind je dat nou te veel, dan kun je natuurlijk altijd die schuine kant wat kleiner maken. Dus als je dat zelf mooier vindt. En daar gaan we naar 7,5. En hier. Dan pak ik het snijrilapparaat er zo weer bij. En dan gaan we even die hoeken schuin afsnijden. Dus je legt hem in je snijmachine. Hier is het potloodstreepje. Hier is de rillijn. En dan moet je wel vanaf het potloodstreepje tot aan de rillijn. En die leg je in je snijgoot. En vervolgens snij je de hoek er schuin af. Dat doe je met alle vier natuurlijk. Want we hebben ze niet voor niks alle vier gemarkeerd. En dat gaat hier ook weer gebeuren. En ook de laatste hoek gaat eraf. Zo. Dan pak ik gelijk even het gummetje erbij. Even het gummetje eraf. Even de potloodstreepjes gelijk weg, want anders vergeet ik het. Zo. Dat zijn de vier hoeken. Die hebben we ook niet meer nodig. Dan hebben we designpapier nodig. En ik heb voor deze voor het neutrale designpapier gekozen. Met het neutrale patroontje. Geen nieuwe inkollers. Dit zijn gewoon de regals. En dan plak ik aan de buitenkant komt zo meteen dit patroontje. En de binnenkant oranje. Of ik ga het anders doen, dat weet ik nog niet. In ieder geval, hier moeten natuurlijk die schuine hoekjes ook af. Want ik heb vier stukjes van 7 centimeter bij 14 centimeter. En dan moeten al die hoekjes er nog even af. En dat ga ik gewoon even zo doen. Ik leg hem hier en hier aan. En dan heb ik hem gewoon gelijk de goede hoek. Ik zal het even laten zien. Zullen we eens kijken of het zo inderdaad kan? En of het klopt, want ik wil gewoon die 0,5 centimeter. Ja, dit klopt. En dan kun je hem er gewoon op plakken. Yes! Dus dat doen we even met allemaal. Ik pak gewoon die hoek er even bij. Hoppetje. En dat moet bij allemaal eruit. En bij deze is dat vrij makkelijk, omdat er geen patroon in. Ja, er zit natuurlijk wel wat op patroon op, maar het patroon loopt gewoon met het kaartkarton mee. En dat kan aan beide kanten gebruikt worden. Dus deze zou je echt in één keer kunnen snijden. Heb je een patroon, dan moet je wel opletten hoe je hem snijdt. Omdat je dan boven en beneden goed uit elkaar moet houden. Zo, hier ook even dat potloodstreepje weg. Ho. En dan gaan we schieten. Nou, moeten die aan de binnenkant. En dit wordt de binnenkant. Maar ik vind het gewoon makkelijker als je hem zo gaat plakken. Dus ik ga ze alle vier er even opzetten. Gewoon met Tombow. Dan kunnen ze ook niet zoeken raken. Nou is dit natuurlijk ook enorm. Nee, nee, ik had besloten dat ik die andere ging doen. Dus we doen die andere. Zo. Met designpapier ben ik altijd best wel aan het twijfelen hoor. Welke kant ik ga gebruiken. En dat doen we 4 keer, hè. Dus jullie mogen even lekker naar het lijmen kijken.
Dit is ook niet meer op te lossen, want ik heb dat papier niet meer. Dan komt hier even geen designpapier op. Dit gaat zo naar binnen toe. Dit gaat naar binnen toe. En dan hebben we straks... Ik denk dat ik toch aan de binnenkant deze ga doen. De groene. Dat ik hem ga combineren met groen, dat oranje. En waar heb ik die kleuren vandaan? Dit is een beetje oranje. En dit is groen. Daarom maak ik hem oranje met groen. Vond ik wel grappig. Ik had bedacht dat ik dat wel grappig vond. Nou, baal ik hier natuurlijk van als een stekker. Dat dat niet goed gaat. Dat snappen jullie ook wel. Maar ja, dan zie je dat het bij ons ook niet altijd vanzelf gaat. Dus als je verstandig bent, gewoon één voor één even die hoeken eraf snijden en gelijk opplakken. Dan ga je op zeker goed. Zo, die zitten erin. Oh, die verschoof, zag je het? Dan kan dit zo meteen dicht. Dit gaat eventjes goed dubbel. Dit gaat even goed dubbel. En dan zet ik hier even die flapjes vast, want die mogen gewoon vastgeplakt worden. En alleen het middendeel gaat vast. Nou zet ik hem. Ik heb dit dus even niet meer nodig nu. Zet ik er even wat zwaars op. Zo. En dan gaan we door naar het middendeel van het doosje. Even kijken waar ik hem gelaten heb, die andere. Ja. Dan maken we hem toch weer even open. Want nu gaan we dit houdertje maken waar die flesjes in komen te staan. Dus hier zitten de tubetjes erin. Dit houdertje gaan we maken. En dat gaan we ook maken van kaartkarton. En wel van een stukje kaartkarton van 11,5 bij 21,5 centimeter. En die gaan we rondom rillen op 2,5 en op 3,5. Dat doen we aan alle vier de kanten. En ik ril aan die kant, want dan kan ik precies 2,5 en 3,5. En dan ligt hij lekker stevig tegen de bovenkant aan. En nog een keer 2,5. 3,5. En dat is de laatste. Dan moeten er voor de flesjes uiteraard nog gaten in komen. En dat gaan we als eerste doen nu. Ik geef even aan waar ik de flesjes ongeveer wil hebben. Ik denk daar. Dan zitten ze mooi verdeeld. Dus ik zet hier even een klein streepje. En hier een streepje, want dan weet ik waar ik mijn ponsje neer moet leggen. En dan heb ik het cirkelponsje heb ik hier klaar liggen. Die komen uit de leringcirkels. Die hebben we gelukkig nog. En daar passen die flesjes precies in. Een heel mooi maatje. Daar heb je allerlei maten cirkeltjes in. Die je kunt gebruiken. Nou, past dit dus niet door deze snijmachine heen. Dan hoop ik... Want anders moet ik eventjes naar de grote snijmen, naar de grote stansmachine. Ja, ik moet toch echt even naar de grote stansmachine, want dit gaat hem niet worden. Ik ben zo terug. Zo, die zijn eruit. Nu hoef ik niet meer weg. Dan hebben we een schaartje nodig en dan gaan we hier de hoeken inknippen. En dan knippen we hier het hoekje helemaal tot bovenaan.
Dit stukje knippen we tot bovenaan. En we gaan molenwieken met deze. Dat noemen ze molenwieken. Want we gaan ze alle vier verschillend inknippen, de hoeken. En dit stukje haal je eraf. Dat is één. Dan draai ik, want hier zit het flapje. Nu komt het flapje hier te zitten. Dus ik knip deze tot bovenaan. Die knip ik tot bovenaan. En het hoekje knip ik weg. Kijk. Hier zit een flapje, hier zit een flapje. En molenwieken zitten ook altijd op een andere kant, hè? Dus deze ga ik knippen weer tot daar. Die weer tot de tweede lijn. En het hoekje helemaal wegknippen. En dan de laatste. Die knippen we weer op de korte kant. Die naar boven. Die naar boven. En het hoekje eraf. Woppa. Nou, kun je ervoor kiezen om hier designpapier op te doen? Ik ga het niet doen, want ik heb gewoon niet genoeg designpapier van deze kleuren. En ik vind het ook wel prima als die gewoon knaloranje is. De vouwlijnen, die vouwen we even allemaal na. Met het vouwbeen, het liefst. Want dan worden ze gewoon lekker scherp. Zo. Die moet ook even. Die mag daarin. Huppa. Huppa. En dan gaan we met tape aan de gang. Tier en tape. Dan ga ik op alle vier die stripjes komt een taperandje. En op een van deze randen komt een taperand. En dan moet ik wel mijn tape hebben. Tape. Dus hier op alle flapjes. En dan doe je over het vouwlijntje heen plakken. Dus hier zit een vouwlijntje in. Dan kun je dat tape gewoon overheen plakken. En dan breek je het. Ik breek het altijd af hier. Daar heb ik een scherp blokje voor. Die had ik nog. Zo. Hier komt een stukje tape. En hier komt een stukje tape. Vervolgens plak je op een van de flappen. Het haalt niet, eigenlijk niet zoveel uit op welke, maar een van die twee flappen plak je ook een randtape. Zo. En dan gaan we eerst de vier kleine flapjes vastzetten. Daar mag je de beschermlaagjes van afhalen. En die vouw je eigenlijk als een doosje. Zo hier in deze vouwlijn. Hier heb je dus die tussenlijn. En daar komt dit flapje in vast te zitten. En zorg dat het hoekje goed op het hoekje komt. En dat hij binnen de vouwlijnen valt. Zo, dat is één. En dat doe je met alle vier. Deze vouw je eigenlijk naar de, deze, naar de zijkant toe. Dus het kortere deel. Deze gaat weer naar het lange deel. En dan gaat deze weer naar het laatste korte deel. Zo, die zitten vast. Dan ga ik eerst de lange flap vastzetten en daarna komt deze er overheen. Want dan heb je hier een mooie afwerking zitten en die plak je zo meteen in die doos. Dan zie je vanaf de zijkant alleen die, dan zie je twee mooie dichte randen hier, boven en onder. Dus deze kan naar binnen. Dit halen we eraf. Als dat wil. Zo.
die vouw je dicht. En dan kun je hem vanaf deze kant gewoon aandrukken. Dat is wel handig dat die gaten erin zitten. Dat zit vast. Dan doe je hier ook nog even wat tape op. Of je doet de Tombow op, net wat jij het prettigste vindt. Ik doe het nu even met tape. Dus puur voor de snelheid. En die plak je er eigenlijk gewoon overheen. Steken ze nu iets uit, dan knip je ze gewoon schuin even ietsje naar binnen toe. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Dus dan knip je ze vanaf hier ietsje schuin weg. Dan heb je nooit overstekende randjes aan de onderkant. En dat kun je met deze natuurlijk ook doen. Nou is dat wel handig om dat te doen voordat je je tape losgehaald hebt. Zo, die zit in elkaar en die kan in de box. Dan begint die aardig vorm te krijgen. Deze komt hier in het midden in de box te staan. En dat doe ik ook met tape. Dan zit hij lekker stevig vast. Drie stukken. Dan zit hij goed stevig. Dan kun je dit soort boxjes natuurlijk met allerlei gelegenheden geven. Als iemand in het ziekenhuis ligt, dan kun je er gewoon leuk gezellig wat doucheschuim of iets dergelijks in doen. Zodat ze wat lekkers hebben voor onder de douche. Als iemand jarig is, kun je er lekker een drankje in stoppen met een cadeaubon. Je kunt er een parfumetje in stoppen. Je kunt er nagellakjes in stoppen. Echt van alles en nog wat. Super handig verjaardagsbokjes. Nou kun je hier natuurlijk, want net heb ik die mondkapjes laten zien, maar je kunt hier natuurlijk ook gewoon een cadeaukaart in doen. Of een wenskaart. Er kan van alles in. De flesjes erop. En ben je al een heel eind. Ik zou, als normaal gesproken, ik heb het helaas niet in huis, zou ik hier wat knabbelen bij stoppen dan nog. Dan is die echt compleet. Dan hebben we nog twee sluitingen nodig. Daar heb ik twee tags voor gemaakt. En ik zag dat ze 7,5 waren. Eerst 6,5. 6,5 bij 5 zijn deze. En dan even met een tagtopper heb ik hem afgerond. Ik weet echt niet. Een pons. Dat was deze pons. Schrijf de naam wel hier onder het bericht, want die heb ik niet paraat. Die kunnen dus gewoon hierin. En verder gaat er aan de binnenkant even niks meer op. De buitenkant. Die twee moet je nu eerst vast gaan zetten. En dat doe ik ook eventjes met tape. Dus ik zet er even twee stripjes tape op. Omdat het toch best wel wat te houden heeft als iemand hem toevallig aan de bovenkant vastpakt. Want je gaat hem straks natuurlijk sluiten met een lintje. Ja, doe het maar van deze kant. En waarom? Ik kan altijd zien aan welke kant ik... Een pons geeft toch een mooie en een wat minder mooie kant. Zo. En die ga je in het midden. Op de kaart zetten. En dan denk ik dat ik zo redelijk goed zit. Ik wil hem wel even andersom doen, want dan weet ik precies waar de tape zit.
Zo. Dat is één kant. En ik gebruik dit als geleide, zodat ik redelijk goed in het midden zit. De cijfertjes hier. Kunnen jullie dat eigenlijk zien? Ja, dat kun je wel zien. Denk ik. Dus die leg ik hier weer in het midden. 2,5 van de een, 2,5 van de ander. Dan pak ik die er weer bij. En die komt er dan zo op. Als het goed is, heb ik hem dan aardig in het midden zitten. Dan hadden we die twee matten voor de buitenkant nog. En dat wordt het ruitje in dit geval. Want het wordt voor mij toch wel een kaart voor mijn mannetje. Straks, want die is jarig in juni. En die krijgt dit cadeau. Denk ik. Want dit kun je natuurlijk zowel voor mannen als voor vrouwen maken. Het is maar net welk designtje je gebruikt. Koop je bijvoorbeeld een cremmetje of iets. Mannen gebruiken immers ook gewoon wel cremmetjes en dingen. Heel soms. Dan kleed je het aan met een mannelijk papiertje. Of een mannelijk patroontje. Mooie teksten erop. En je bent klaar. Zo. Die komt hier. Hoppata. Flesjes erin. Knabbeltje erin. En dan gaan we hem sluiten. En daar heb ik tot groene lint bij gekozen. Dat ruitje, hoe noemen ze het ook alweer? Het ruitjeslint. Dus deze krijgt een ook weer een ruitje als sluiting. Dan doe ik hem gelijk dubbel, want dan gaat hij er niet uit. Dus ik zet hem hier gelijk omheen. Dan pakken we één kant om te rijgen. Nou, kom op. En dan sluit je gewoon het tasje met een strik. En heb nog een paar leuke labels die je eraan kunt hangen. En die ga ik hier nog even aan vastmaken. En die labels heb ik al gestempeld, Happy Birthday. En die heb ik uitgestanst met de TaylorMade Tech Dies. En daar heb ik twee soorten in. Hier met dat geschulpte randje, die heb ik gebruikt. En met een wat hoekiger randje. En bij de tekst heb je ook gelijk die kleine stansjes waar je die cirkeltjes mee uitstanst. En dan worden je sluitingen iets steviger. Hier ga ik een van de twines voor gebruiken. Omdat het een mannenkaartje wordt, wil ik hem toch iets makkelijker houden qua structuur. En ik denk dat ik doe de crumbcake. Even kijken hoor, welke ik het mooiste bij vind. Zwart zou ook nog kunnen. Ik denk dat ik zwart pak. Vind ik ook wel leuk. Dan doe ik daar een zwart draadje doorheen. Het is eigenlijk gewoon touw, bekerstwijnen, noemen ze het ook wel. Die rijg ik ook aan de bovenkant hier doorheen. Door één van de labels, niet door allebei. Want dan zit die gelijk vast. En zo heb je gelijk ook een tag aan je kaart hangen. Of aan je cadeautje hangen. En dan kun je natuurlijk nog allerlei andere versieringetjes bij maken. Hier maak ik een knoopje in, want dit blijft gewoon vastzitten. En het overtollige kun je wegknippen. En dan heb je een super leuk cadeauboxje. Die ook
een heel veelzijdige manier kan gebruiken. Ik zou zeggen, maten en dergelijke ga je allemaal op mijn blog vinden. En gaan we nog hoppen? Dan kun je door naar mijn teamgenootje Ine. Die komt na mij. De link naar haar blog, naar haar videobericht, ik moet het wel goed zeggen, staat hieronder onder de video. Hier onder de video staat dat. Ik ga daar ook alle maten en dergelijke in zetten. En vind jij het nu leuk om dit soort filmpjes te kijken? Zou ik het super leuk vinden als jij je abonneert op mijn YouTube kanaal. Ik ben hier regelmatig te vinden. Mijn Facebook lives komen ook altijd bewerkt op YouTube. Dus ik zou zeggen, help me over die 200 heen. Want ik zit er tegenaan. Ik zou het super leuk vinden. Voor nu een heel fijn weekend. Tot de volgende ronde. En blijf gezond. Blijf creatief. Doeg doeg.